Ik heb hier mijn eerste stappen gezet als voetballer. En, ik was vier, vijf jaar. Toen begon ik hier met trainen, voetballen en kampen. Dus heel veel leuke jeugdherinneringen hier liggen. Een dubbel gevoel voor de leden van voetbalvereniging HC03 uit Hoogkeppel. Zondag speelden zij voor het laatst op hun terrein. Samen met erelid Klaas-Jan Huntelaar, die vroeger zelf ook bij de voetbalvereniging zat. De leden deden erg hun best om de speler van Schalke 04 te laten zien wat ze konden. Nou, het talent is er zeker, maar kijk hier, we zijn met elkaar lekker aan het vechten. Nee, ik denk wel terug aan je eigen tijd dat je begon. Deze zijn nog net iets te jong om te beginnen met voetballen, maar ze kunnen al wel lekker spelenderwijs kennis maken met voetbal en dan komen ze hopelijk bij de club terecht. De voetbalvereniging verhuist van Hoogkeppel naar Drempt, waar 1 accommodatie is gerealiseerd voor alle leden. Ja, aan de ene kant is het heel jammer, omdat dit dan verdwijnt. Dus het is toch een stukje van je leven wat verdwijnt. Dus dat is heel jammer. Maar aan de andere kant, voor de gemeenschap is het goed, denk ik, dat er 1 club is. Het is toch lastig om als 2 verschillende clubs je hoofd boven water te houden. En wat dat betreft is het voor de vereniging, voor de jeugd, het wordt allemaal groter en makkelijker. Huntelaar verwijderde symbolisch de middenstip van het veld in Hoogkeppel. De club is gelukkig met de nieuwe accommodatie, omdat nu eindelijk alle leden op dezelfde plek kunnen voetballen. De tijd bij HC 03 zit er voor Huntelaar inmiddels al wel een tijdje op. Hij voetbalt momenteel niet alleen bij de Duitsers, maar ook nog in het Nederlands elftal. Volgende week Nederlands elftal, kijk je ernaar uit? Ja, zeker. Het is woensdag een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk in Eindhoven. Dus dat is een leuke wedstrijd om weer lekker te gaan voetballen. Het gaat lekker met Nederland zelf al. Leuke wedstrijden altijd, dus wat dat betreft heb je daar zin in. En dan is het echt voorbij. De poort van het terrein in Hoogkeppel wordt gesloten. HC 03 zal voortaan spelen in Drempt.